Ruben Schaken, welkom bij ADO Den Haag. Dankjewel, ik ben er heel blij mee. Laatste half jaar heb je in Azerbeidzjan gezeten. Hoe is het dan om nu weer terug te zijn in Nederland? Ah, heerlijk, heerlijk. Ik ben al een maand terug. Ik heb wel voor mezelf getraind, maar ik heb ook genoten van mijn kinderen natuurlijk en mijn vrouw. Want ja, je bent toch 6 maanden weg geweest en het was toch een leuke tijd, maar ook wel af en toe een moeilijke tijd. Dus ik ben blij dat ik terug ben en dat ik uiteindelijk de keuze heb laten vallen op ADO en andersom. Zie je voor jezelf nog een leidinggevende rol weggelegd bij ADO, gezien je leeftijd en je ervaring? Ja, ik denk het wel, maar dat gaat bij mij automatisch. Ik ben niet zo'n jongen die even laat zien van ik heb zoveel wedstrijden gespeeld of ik heb zoveel ervaring. Dat gaat meestal automatisch en vooral heb ik altijd een klik met de jonge jongens, omdat ik mezelf ook nog hartstikke jong voel. Dus ja, ik probeer gewoon die jongens mee te geven wat er nodig is in de topsport en om nog stappen te maken. Want ik neem aan dat voor de veel jongens niet ADO het eindstation is. Dus dan moet je die gasten motiveren en daar, dat gaat wel goed komen, denk ik. Wanneer zien we je voor het eerst op het veld? Ik denk straks al. We gaan straks al met de fysieke trainer gaan we hardlopen, denk ik. Ik heb nog wel een inhaalslag te maken, omdat ik de voorbereiding is al begonnen. Ik sluit nu pas aan. Maar zoals ik al zei, ben ik wel voor mezelf fit gebleven. Ik heb hard gelopen, ik heb mijn oefeningetjes gedaan. Dus ik hoop zo snel mogelijk wedstrijd fit te zijn. En wat zijn je persoonlijke doelen voor komend seizoen? Zoveel mogelijk wedstrijden spelen en vooral met ADO successen behalen. Vorig jaar was een minder seizoen, heb ik begrepen. Alleen dit jaar willen we weer in ieder geval linker rijtje, denk ik. Ik heb nog niet met de mensen gesproken over de doelstelling. Maar ik ken de selectie een beetje en ik denk dat het wel haalbaar moet zijn. En vooral stadion vol krijgen. Daar ga je voor zorgen. Dat hoop ik, ja. Nee, ik ga mijn best doen. Komt helemaal goed.